Welkom terug allemaal. Vandaag zijn ze hier van het Jeugdjournaal om te komen filmen. En ik zal dus misschien een paar dingen aan je vragen of je dingen misschien opnieuw wil doen. Dus ik maak een close-up, dat ik heel close film dat haakje bovenste stuk, dat je hem eraf pakt. Maar misschien dat ik het ook nog een keer van een wat grotere afstand film. Zodat je eerst aankomt lopen, daarna close-up eraf pakken, daarna aantrekken. Ja, oké. Okay. Ja, zo doen we het een beetje. In deze. Kan je dat ding nog aanzetten of doe je dat pas echt als je gaat vlassen? Straks pas. Oké, ja. De gasfles niet vergeten. En de kijkers zien ernaar. Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat, dat het allemaal veilig blijft? Dat je, dat het niet. Dat je geen blessures of geen brandwonden oploopt? Ja, gewoon alles goed bedekken. Geen lasogen krijgt. Ja, en wat zijn het eigenlijk lasogen? Ik hoor het wel eens vaker, maar wat zijn het eigenlijk? Nou, dan kijk je de hele tijd in de las en dat doet heel zeer en lijkt het net alsof er zand in zit. Ja, dus je moet wel voorzichtig te werk gaan. De reacties die jij krijgt, komen niet van kinderen, maar het zijn vooral volwassen mensen. Hoe zit dat? Nou, ik denk dat volwassenen meer met techniek hebben dan de kinderen. Want krijg je wel eens reacties van kinderen? Volgens mij wel, maar niet heel veel. Vooral volwassen mannen en vrouwen die reageren op jouw video's. Ja. Ja, en wat vind je daarvan? Hoe zijn de reacties? Ja, allemaal wel positief. En wat zeggen ze dan? Wat schrijven ze? Ja, tot je goed kan lossen en tot het heel goed lukt. Ja. En tot ik er ook steeds beter in word. Ja. Je hebt het al eerder gezegd. Als je zo goed bent op je tiende, wat valt er nog te leren? Op school? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, want ik denk als jij 12, 13, 14 bent, dan kun je al heel veel dingen, toch? Ja. Ja. Heb je daar over nagedacht? Van als ik 14 ben, dan kan ik zoveel. Misschien moet ik iets anders gaan doen? Nee. Nee, nog niet. Nee, oké. Een kap en een afzuiger is heel belangrijk. Dat heb je volgens mij vaker verteld op jouw YouTube-kanaal, zo te horen. Heel goed. Oké. En een laskar voor ons lasapparaat. Want anders moet je de hele tijd mee sjouwen. Met een karretje is veel makkelijker. En ik heb nog een lasboot gemaakt. Ja, kom maar even hier. Als jij nog plastic in de doet. En soms smelt er dan een heel groot gat in en die moet je dan weer dichtlassen. En soms ook op hele rare plekken, dat je echt helemaal zo zit te lassen. Dat is... toen je je certificaat kreeg? Ja, ik had die iets gekregen, dat is van staal en van Moore. Zo'n poppetje met een lasapparaat die aan het lassen is. Dat is jouw trofee? Ja. En je gaat nog iets met het certificaat doen, vertel eens wat. Ik ga een lijstje maken en het lijstje ga ik ook nog zelf maken.
Nou Matthijs, je lijstje is klaar. Wat vind je ervan? Ik vind hem heel goed gelukt. Vooral de letters zijn goed gelukt. Voetballen, muziek maken of met slijm spelen. Ja, dat zijn veel hobby's die veel kinderen doen. Maar Matthijs uit Brakel is helemaal gek van lassen. Hij is zo goed dat hij nu al een officieel lasdiploma heeft. Met zijn 10 jaar is hij de jongste lasser van Nederland. Is de werkplaats van Matthijs. Hij is hier bijna iedere dag wel een paar uur bezig met zijn favoriete bezigheid. Lassen. Ja, met lassen smelt je 2 stuk ijzer aan elkaar tot het vast zit. En het wordt best wel warm, dus daarom is het wel gevaarlijk. Dus goede handschoenen, een las overal, een kap en een afzuiger is heel belangrijk. Ik hoop dat je mijn filmpje leuk vond. Like, reageer en abonneer.